Welkom. In dit filmpje tonen we enkele meer geavanceerde zoekmogelijkheden van ISIS. Ik ga op zoek naar informatie over Frankrijk. Eigenlijk ben ik vooral geïnteresseerd in reisgidsen, maar ik ga even tonen hoe je de gevonden zoekresultaten verder kan verfijnen. Er zijn 13.000 zoekresultaten, zie ik bovenaan, maar ik kan daar nu een verfijning in maken op basis van onderwerp, of materiaal, taal, collectieonderdeel, jaar, vanuitgaven of nog een hele hoop andere categorieën. Maar zoals gezegd ben ik vooral geïnteresseerd in reisgidsen. Het is zomer. Oh, de Côte d'Azur, dat spreekt me wel aan. En ik heb ook liefst een recente reisgids, dus ik kies voor het jaar 2006. En zie zo, in een paar klikken zijn we van 13.000 zoekresultaten naar 6 resultaten gegaan. De 6 beste voor mij, voor iemand die op vakantie wil gaan naar de Côte d'Azur. We keren nu eventjes terug naar het begin. Een tweede mogelijkheid om met je zoekresultaten te gaan spelen is het gebruik van de suggestiespin aan de linkerkant. Je ziet er een aantal gerelateerde termen verschijnen, vertalingen zoals hier Frans. Of misschien ben je wel geïnteresseerd in Napoleon. En je ziet dat elke keer ik een nieuw begrip aanklik, veranderen meteen de zoekresultaten in de rechterkolom. Tot slot wil ik ook nog even tonen dat in de kolom waar je kan verfijnen, dat er ook nog heel wat verborgen mogelijkheden zijn. Soms zie je meer staan, als niet alles kan weergegeven worden. En als ik dat openklik, dan komt er een heel groot scherm open, ja, met alle mogelijke categorieën, onderwerpen, jaartallen enzovoort. Dan kan je echt nog tot in groot detail verder verfijnen. Voilà, dat was het wat. Ik heb getoond hoe je zoekresultaten kan verfijnen en hoe je de suggestiespin kan gebruiken. Tot een volgende keer!